Deze week brengt de ATV Nieuwsdienst u een serie over de situatie in kinderhuizen van Suriname. Door de economische situatie in het land hebben de kinderhuizen diverse uitdagingen. Wij belichten vandaag de situatie rond het meisjesinternaat Ballingsula. Behalve de financiële uitdagingen is het internaat recent geconfronteerd met een inbraak waardoor de problemen van de instelling nog groter zijn geworden. Het meisjesinternaat dat onderdak biedt aan 23 meisjes is volgens directeur Yvna Vrede moeilijk draaiende te houden. Voor een groot deel moeten de kosten gedekt worden uit de ouderbijdrage dat per meisje 1500 SRD bedraagt. Dat is bij lange na niet voldoende omdat gezorgd moet worden voor voeding, onderhoud van het terrein en de gebouwen en natuurlijk ook de opvoeding van de kinderen. Vrede vertelt dat het internaat midden van de maand al krap zit met brood en toespees. Hoewel de overheid af en toe inkomt met voedselpakketten, is het volgens haar niet wat het wezen moet. Afgelopen jaar in november is er een meeting geweest met sociale instellingen waarbij wij onze misnoegen hebben geuit en ook met voorstellen zijn gekomen, hebben voorstellen aangedragen om de voorzieningen naar de sociale instellingen toe te verbeteren. Maar ja, tot nu toe hebben we nog niks gemerkt. Wat zou de verwachting van u zijn? Nou, de verwachting is dat er in ieder geval regelmatig contact, communicatie is tussen de regering en de sociale instellingen, zodat je ziet wat voor vorderingen gemaakt worden als de nodige voorzieningen getroffen worden. Dit internaat bestaat al zo lang, het was onbekend heb ik begrepen, maar het scheelt nu aan onderhoud. Alles is verpauperd, verwaarloosd en we kunnen dat niet met eigen middelen corrigeren of verbeteren. Maar het zijn mensen, kinderen, ze moeten zich thuis voelen. Ze moeten zich veilig voelen. Kijk naar de omrastering. Het gebouw staat er, maar als je binnen gaat, dan gaat u ook zien dat alles daar bijna kapot is. De capaciteit is 30, dus je kan 30 meisjes hier huisvesten. Maar omdat er zoveel ontbreekt, kunnen we tot 23. Bedden zijn kapot, slaapruimte, kasten, toiletten zijn niet te doen. Vrede ziet graag dat de ministeries die belast zijn met het sociaal beleid bezoekjes brengen aan sociale instellingen, zodat ze zelf getuigen zijn van alles wat mis is. Volgens de internaatdirecteur zorgt een tekort aan medewerkers ook dat veel zaken stremmen. Als directeur moet ze zelf instaan voor een aantal zaken. Om de kinderen op weg te helpen ziet ze graag dat de overheid inkomt met medewerkers die voornamelijk kunnen helpen bij de begeleiding van de kinderen. Toch voor de vorming, maar ook voor andere recreatieve activiteiten. Maar ook projecten samen uitvoeren die een beetje zelfvoorzienend kunnen. Dus dat die zelfvoorziening kunnen bevorderen. Want je kan niet alles en altijd verwachten dat mensen je geven. Je moet het ook zelf kunnen. En het terrein leent zich ervoor. Je mag zelf een kijkje nemen. Is groot genoeg. We kunnen planten. We kunnen ook pluimveeteelt doen. En ook andere dingen die nodig zijn voor de vorming, zodat ze later ook wel weten van we hebben wat bereikt in het leven en we kunnen zelfstandig verder. Volgens Vrede moet het internaat het hebben van donaties in moeilijke tijden. Daarnaast zet ze zelf haar pensioen in om te helpen waar nodig. Aangezien de kinderen niet in hun moeilijke situatie gelaten kunnen worden, roept ze de overheid op om een kijkje te nemen bij het internaat Ballingsula. Ik heb vaak de vice-president gevraagd om een kijkje te nemen. Ik heb hem ook persoonlijk gezegd van ik wil geen geld. Kom kijken, dan gaat u ook zien de situatie van de kinderen en help ons het leefbaar te maken. Het gaat om onze kinderen. Het zijn Surinamers. Ze komen uit het binnenland, maar het zijn onze Surinaamse meisjes die straks een wezenlijke bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van het land. Maar ook teruggaan naar het binnenland om daar de mensen, de families en de samenleving te helpen. Dus laten we kijken samen wat we kunnen betekenen voor ze. Dus bij deze roep ik ze weer op. De regering, de totale regering, maar ook andere Surinamers, het bedrijfsleven die ook een donatie kunnen geven. En anderen die zeker een hart hebben voor de toekomst van ons land.
dat ze ons komen helpen. Ik kan nu op dit moment niet zeggen van breng dit en breng dat, maar kom zelf kijken en dan gaat u zien dat we het dringend nodig hebben. Vrede benadrukt dat de zorg van de kinderen meer is dan alleen voeding. Het internaat staat er zelf voor wanneer een kind ziek wordt, als ook bij de verdere begeleiding.